Ik ben Anselm Klaassen. Wij staan hier in het mooie Hoge Land in de Westpolder, Noord-Groningen. Dorpje Vierhuizen. Wij telen bodaardappels hoofdzakelijk, suikerbieten, uien en graan. Witte graan, zomergraan, dus gerst en tarwe. Wij hebben lichte grond, lichte zavel en zware zavel. De moeilijkste bodem van deze is toch wel de zware zavel, tot klei zeg maar. Er bleef wat water staan op de bodem, hè, op plekken zeg maar. En toen zijn we gaan spitten met elkaar. En toen komen we erachter dat er gewoon een verdichting in zat. Dat is een hele kleine, hele dichte laag. Daar wil gewoon weer geen wortel doorheen. En dat was eigenlijk het probleem. Maar dat hebben we met elkaar proberen op te lossen. Die zware klei die hebben we gewoeld. Maar dat tijdstip van woelen is wel cruciaal. Dat je de ondergrond moet wel goed droog zijn. Maar anders ga je versmeren. En dan gaat dat averechts werken. Dat is gewoon cruciaal in dit soort toepassingen, zeg maar, omdat wij op die hele diepte zitten, 60, 70, 80 centimeter. Daar hebben we wel een woelpook voor nodig die zo diep kan, maar dan hebben we ook pk's nodig. Dus de omstandigheden moeten goed zijn. Een droge ondergrond is van cruciaal belang. We zijn hem gaan woelen en een week of wat later hebben we gaan zaaien en de groenbest erin gezaaid. Nou, die begint te groeien. En wat we toen zagen, zeg maar, door de tijd heen, hoe die groenbest ging ontwikkelen, dat die bodem, dat die wortels gewoon in één keer zomaar naar een meter toe diep gingen. En daar zijn onze ogen wel open gegaan, zeg maar. Wat voor effect dat heeft, zeg maar. De grond is nu vergeleken met vorige keer, zeg maar. Nou wat die, hè, er zitten overal worteltjes in. Dit is nog een wortel. Deze is, dit is ook weer van wat jaar. Nou, deze zag een paar jaar geleden uit. Staat hier op deze laag staat er geen wortels meer. Dus die gaat er nu in. En dat willen we zien met elkaar, dit. De moeilijkheid van deze bodem is dat je er op een bepaald moment moet je er zijn en je moet veel geduld hebben. En ik denk dat wij nu wel op de goede weg zitten daarmee. Maar dat geeft wel weer aan dat wij wel heel voorzichtig moeten doen met die bodem. Maar die is heel los nu, dat we hem niet weer dichtdrukken. Dus gewoon NKG gaan doen. Droge omstandigheden, goede begeleiding en geduld. Als je met dit soort problemen te maken hebt, er is heel veel kennis in de landen en benut die. En zoek die op en zo zijn wij hier ook achter gekomen. Wat we kunnen doen en zouden moeten doen, zeg maar.